Nou, je backstage valt het de chaos wel aardig mee. Hier bij mij inderdaad Colin en Chuck van de Chaos Club. Jullie kregen het, er zit geen dak op, maar het dak ging eraf, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Voorheen waren de mensen rustig aan het chillen in de zon, festival, tja, zonnig. En toen dachten we wel van, dan gaan we eventjes wat bewegingen proberen te krijgen. Want... Ja. Hoe is Hopnop zo bij jullie terechtgekomen? Maar eigenlijk ben je een beetje een vreemde eend in de bijt. Voor zover ik, wat ik me kan bedenken is, de enige link is onze vriend Marcel van Midland. En die is eigenlijk diehard fan van ons. Ja. Hij heeft ons een paar keer gedraaid op de radio. En volgens mij zijn we via hem een beetje op het Hopnop terechtgekomen. Dat weet ik niet eens zeker. Nee. Dus ja, zodoende. Ja. Maar hoe lang bestaat de Chaos Club al? Wauw. We hebben elkaar ontmoet op paardrijden. We zaten samen op paardrijden. Ja, dat was... Dachten jullie, we beginnen een bandje? Ja, precies, dat hobbelt al lekker, weet je wel. Dus toen dachten we van, nou, laten we gewoon dansmuziek gaan maken. Want dat past er wel bij, zeg maar, bij het paardrijden. Maar zo'n beetje 7 jaar. Ja, wij kennen elkaar nu 7 jaar. En ja, ons eerste album is in 2005 uitgekomen. En daarna hebben we nog een grote dip gehad. Dus het is echt één grote chaos, zeg maar, met ons. Maar we zijn weer terug. Ja. Heb je nou een helemaal volledig elektronisch drumstel of zit er ook nog een paar akoestische drums tussen? Nee, het is volledig elektronisch. Ik moet er nog wel aan wennen. Ja? Dus we hebben toevallig vorige week nog een gig gehad waar ik door omstandigheden op een akoestische kit heb gespeeld. En dat mis ik toch ook wel. Er zit er niet zo'n vette bas in, hè? Nee, precies. Ja, dat is het voordeel met dancemuziek en alles. Ja. Heb je gewoon dit soort dingen nodig. Dus, ja. En voor mij een hele nieuwe wereld. Dus ik kom zelf uit de rockmuziek. Dus, super tof om te doen. Ja. Zeker, ja. Je hebt een keyboard, een sampler, dat tof je alles uit? Ja. MacBookje. Ja. En, Het nog wel eens uit. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. I don't want to talk about it. Nou, het was inderdaad even stil op zender, maar... Je tovert daar alles uit, maar je hebt toch wel de ondersteuning nodig van de drum. Ja, absoluut. Ik bedoel, zonder de drummer geen Chaos Club. Nee. Weet je wel, we zijn echt met z'n tweeën ook productieduo. Ja. Dus we maken alle muziek met z'n tweeën. Jongens, we zijn live! We zitten erin. Kijk uit. Maar goed, weet je wel, het is echt een combinatie van ons tweeën. En ik heb, zeg maar, muzikaal gezien het meeste onder handen dan. Zonder de trams is het ook maar niks, hè? Nee. Is het een bewuste keuze om, zeg maar, werk van Fateless, Prodigy, om die hoek echt op te gaan, drum en bass? Dat zijn absoluut een van onze grootste inspiraties. Dus we kunnen het niet laten om wat nummertjes van hun in de set te stoppen. En je ziet ook wel dat het toch ook wel werkt bij beestenvolk, zeg maar. Feest der herkenning. Dus, ja. Waar spelen jullie zo? Jullie hebben niet echt een typische festival, band, tussen aanhalingstekens. Toevallig op dit moment zijn we bezig met 3 optredens in Londen. Dus we zijn zomaar toevallig ineens vanuit het niets in Londen gevraagd om daar een drum and bass showtje te geven. Maar de drum and bass is in Engeland toch wel hot. Ja, je merkt ook echt dat België, Frankrijk, Duitsland, eigenlijk die hoekjes, daar leeft deze muziek heel erg. In Nederland is dat nog even wennen. Dat merken we ook op de meeste festivals. 15, 20 jaar geleden hadden natuurlijk Cochine gigantisch hit. Ja, de Depeche Mode is ook een groot voorbeeld voor ons. Kraftwerk bijvoorbeeld. Ja, alles is begonnen met Kraftwerk, hè? Ja, zeker. Ja. Noem maar op, zeg maar. Ja. En wat staat er nog voor de zomer op de planning? We gaan sowieso nog... hoe heet dat klote festival? je kunt het op chaosclub.nl allemaal zien. We gaan volgende week, als het goed is, nog bij onze vrienden hier van Midland FM spelen. Ja. Dus een live op de radio zijn we dan te horen. Dat is weer heel anders dan een paar honderd mensen voor je neus. Ja, absoluut. Ja, en dan... Krijg je dan wel diezelfde vibe? Nou goed, weet je, wat we dan doen is dan... Dan probeer je het een beetje te downscalen naar een soort... Ja, akoestisch. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook bij Sander Hogendoorn in de Freaknacht gezeten. En dan moest het soort gelijk doen. Moest het een beetje downscalen, een beetje kleiner maken. Maar uiteindelijk is dat geen probleem. Nou ja, en nu even lekker genieten van het prachtige weer en alles. En hopen dat wij volgend jaar weer op het Hopnop Festival staan, maar dan Mijn zegen heb je. Ja, zeker, maar dan later. Want dit was een beetje te vroeg. We moesten nog eten, we hebben niet gegeten. Ja. En het mocht wat drukker, wat dat betreft. Maar
prachtig festival. Super, een uurtje of tien, een beetje lichtshow erbij. Graag, juist, heel graag. Ja. Ja, onze lichtjongen was ook niet zo blij nou. Met, ja. Maar, licht die zit te balen achter de lichttafel. Maar zo van, ja, wat moet ik doen? Maar super leuke sfeer, gezellig en we hebben genoten. Ik zat met de bazin even over hebben. Dankjewel, zeker. Jullie bedankt voor een gigantisch vette show. Dankjewel. Dankjewel. Hoi.